En dan nu? Hallo kijkers. Sinds kort hebben we een leuke vacature in deze stad. De burgemeester gaat weg, hij houdt het voor gezien na 5 jaar en de vraag is wie wordt de volgende burgemeester? Aan welke eisen moet zo iemand nou voldoen en is die überhaupt te vinden? Doet u de test even mee? Er zijn 16 miljoen Nederlanders en de nieuwe burgemeester van Nijmegen heeft hart voor deze stad. Dan vallen er al meteen 15,5 af. Nou, ik niet. De nieuwe burgemeester is thuis in de lokale politiek. Alweer 450.000 mensen minder. Ik niet. De nieuwe burgemeester is intelligent. 30.000 mensen hebben gestudeerd. Ik ook. De nieuwe burgemeester leest wel eens een boek en is lid van de bibliotheek. Ik ook. De nieuwe burgemeester kan creatieve oplossingen aandragen. 600 kunstenaars zijn er in deze stad. 4.000 amateurcreatievelingen. Ik ook. De nieuwe burgemeester heeft humor. Dat scheelt alweer een paar duizend concurrenten. Ik ook. Ja, natuurlijk. De burgemeester is de baas van alle ambtenaren, die dus ook allemaal naar hem luisteren. Dat kunnen maar weinig mensen. Ja, dacht ik ook. De nieuwe burgemeester is eigenlijk heel aardig, lief en gewoon. Bingo! Yeah. Ik kan haast niet wachten tot de advertentie in de krant staat. Bel even met Clemens. Met wie? Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.